zijn vandaag bij de Wilg. En we gaan vandaag lampionnen maken met een groep jongeren van de Wilg voor de Sint Maartenparade. De Wilg staat voor ontmoeten, delen en genieten. En ik denk dat de Sint Maartenparade daar heel goed in past. Je bent met elkaar, je bent samen, je ontmoet nieuwe mensen die je misschien anders niet zou ontmoeten. En je deelt een hele mooie avond als het goed is. De Wilg is een organisatie die mensen met een beperking ondersteunt in meedoen in de maatschappij, weer actief meedoen in de maatschappij. En dat doen we op verschillende manieren. Dat doen we door activiteiten te organiseren, vrije tijdsbesteding. We geven ook voorlichting en trainingen aan organisaties over wat betekent het nou iemand met een beperking, verstandelijk of psychische beperking. En hoe kan je dat herkennen, hoe kan je daarmee omgaan. En daarnaast begeleiden we ook mensen in het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Ik probeer sowieso een paar keer in de maand te zijn voor de kookworkshop. En dat is dan één keer in de twee weken op de woensdagavond. Voor de rest hebben we meidenuitjes en we hebben ook vergaderingen op de Wilg. We hebben jongerenfeesten, één keer in de twee maanden. En ook al kom je voor het eerste keer, je wordt er gewoon bij betrokken bij ons. Je hoort er gewoon bij. Je wordt niet alleen gelaten, je wordt gewoon geaccepteerd. Ik vind het belangrijk dat de sfeer goed is. Dat vind ik vooral belangrijk, dat ze gewoon gezelligheid met elkaar om hebben en dat we elkaar accepteren hoe we zijn. Want dat zien sommige mensen niet, weet je. Sommige mensen met een beperking of een handicap, ja, kan ik daar wel goed mee communiceren. Ja, kun je echt heel goed mee communiceren, want het zijn gewoon mensen.